Pablo in Oranje volgens mij, hè? Nee, het is een voorselectie en het is een voorselectie. Toch wel blij? Ja, tuurlijk. Het is erkenning, maar wat ik zeg, wat ik eerder heb gezegd, als je in zo'n team kan spelen als waar ik nu in speel, dan kan iedereen makkelijk met die niveau mee en dat doe ik nu ook. Maar toch, je hoorde van de week dat nieuws. Kleine glimlach dan toch op je gezicht, denk ik. Ja, maar wat ik zeg is gewoon een voorselectie. Ik ben blij met de erkenning, maar er is nog niks gespeeld. En wat ik zeg, als ik in zo'n team kan spelen zoals ik nu doe, dan kan iedereen makkelijk met niveau mee. Zo beluisteren, moeten eerst zaken worden gedaan, eerst de echte selectie en dan pas de echte blijdschap. Ja, zeker. Dat sowieso. Maar we hebben nog gewoon twee hele goede wedstrijden voordat de interlandperiode aanbreekt. En wij als PSV zijn en willen gewoon goed resultaat. Vanavond hier in Breda, ja, het belangrijkste was winnen en hebben jullie gedaan toch? Ja, we wisten gewoon dat het een hele moeilijke wedstrijd zou worden. Alles wat er bij hen is gebeurd de afgelopen weken en ook kort weer voor deze wedstrijd. Dan weet je dat hun erop gaan klappen en met het publiek erachter gaan staan. En we hebben daar gewoon heel goed gehandeld en uiteindelijk gewoon 0-2. Is het al een zakelijke overwinning om het zo te noemen? Kan je zeggen, maar als je ziet hoe wij als team vandaag weer bezig waren met elkaar. Het is alleen complimenten waard. We waren aan het strijden, we waren met elkaar bezig, coaching en 0-2. Dus ja, we zijn blij. En nog meer cijfertjes, 7 gespeeld, 21 punten. Ja, dat zijn mooie cijfers, maar wat ik zeg, elke wedstrijd proberen wij gewoon ons best te doen en hebben gewoon een duidelijk plan hoe we spelen. En uiteindelijk wil je altijd winnen en dat is vandaag weer gebeurd en nu kunnen we onze ogen richten op woensdag. Ook geen misselijk potje volgens mij? Nee, zeker. Hele mooie pot en hele mooie pot. Het een beetje inschatten, Inter van de tegenstanders die jullie hebben, Barcelona en Spurs, denk ik dat Inter, ja, mensen kennen het qua naam, misschien iets minder qua spelers en qua selectie. Kun je er al wat over vertellen? Of jullie kansen? Nee, wat ik zeg, we hebben net deze wedstrijd gehad. We gaan nu gewoon goed herstellen. En wanneer we weer op de club zijn, zorgen de staf en dat we weer ready zijn en weten wat we moeten doen om uiteindelijk goed resultaat tegen Inter te boeken. En dat is denk ik gewoon winnen of zou een puntje thuis ook al mooi zijn? Nee, wat ik zeg, je gaat niet voor een punt een wedstrijd in. Maakt niet uit tegen wie je speelt. En wat ik zeg, de staf gaat ons gewoon ready maken om daar woensdag weer te knallen. Dus ik denk aan Italiaanse ploegen, denk ik 1 kans, 1 doelpunt. Ja, dat kan. Ja. Is dat geen waar je er scherp op moet zijn, dat zij heel leep kunnen zijn voorin? Ja, maar dat is tegen elke tegenstander, denk ik. Als je tegen, laat me zeggen, NAC nu vandaag thuis speelt en misschien dat je 1-0 achterkomt, is het ook misschien gedaan. Maar wat ik zeg, wij weten gewoon wat we moeten doen. En, de staf gaat ons ready maken om woensdag weer te knallen en de taken te doen die we moeten uitvoeren. Ongetwijfeld in een kolkend Philipsstadion. Ja, zeker. Daar kijken we echt naar hoe het publiek achter ons staat in thuiswedstrijden, ook weer tegen Ajax als je ziet. Ja, dat is gewoon heel mooi en extra motivatie om nog meer te knallen.